En Zoé, mopperdoosje. Mopperdoosje. Ja, en Claudia had ook nog beloofd om te komen, maar of die komt, ja, dat is vraag 2. Ja, dat weten we nog niet. Nee. Dat is afwachten. Hé? Wat hè? Wat hè? Kielekiel. Een thermolegging gekocht. Lekker warm dus. Ja. En dat gaan we morgen doen. Ik heb verlichting gekocht voor in die krans. En ik hoop dat ik het morgen krijg gedaan. Dan doe ik de batterij natuurlijk in. En dan leg ik hem erin, in die krans. En hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Daar zijn jullie helemaal weer bij aanbeland. Het is vandaag maandag, de 12e van de 12e 2022. Weer 4 gelijke cijfers. Je mag weer een wende doen. De meisjes zijn al uit geweest. Ik heb de wasdroger al draaien. Ik heb de wasmachine al draaien. Die zal misschien al wel bijna klaar wezen. Ik heb al de hondenetensbak afgewassen, want die was leeg. Dus die heb ik afgewassen en opnieuw gevuld. En nou is de wacht op Wilma, dat die weer komt. Want die komt weer rond 10:30. Dus ja, we wachten het af. En ik heb koffie voor mijn neus staan. En had een paar appjes, dus die ga ik ook zo even kijken. En als ik koffie op heb, dan ga ik eventjes de tuin in om de tuin op te ruimen. Want dan ligt ook weer het een en het ander van de afgelopen 2 dagen. Dus het moet ook weer opgeruimd worden. En Zoé, mopperdoosje. Mopperdoosje. Ja, en Claudia had ook nog beloofd om te komen. Maar of die komt, ja, dat is vraag 2. Ja, dat weten we nog niet. Nee. Dat is afwachten. Hé? Wat hè? Wat hè? Kielekiel. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Het is raar, vreemd weer. Ik weet niet of het vriest. Dat gaan we straks even vragen. Maar het vriest wel naar mijn idee. Hoeveel graden weet ik niet. Maar het is bewolkt, dan is het zonnig. Sneeuwlucht, ook dat zit eraan te komen. Maar ja, of het valt, weet ik niet. Maar we gaan even vragen. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De actuele temperatuur in Den Helder is min 1 graad. Min 1 graden dus. Nou ja. Dat is dus geen gevoelstemperatuur dat nog lager is, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag en doe het met een lach. Dan komt alles weer goed. En hou ook gewoon vol goede moed. Ja. En doe je ding wat jij moet doen of wel doen. Want ja, ook heb je mensen die moeten iets doen vanwege hun baas, omdat ze werken. Ja, dan moet je wat doen. En of je het leuk vindt of niet, het is je werk. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat je gaat doen, wilt doen of zal gaan doen. En geniet ook zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, dat ben ik maar weer even. Ja, ik ga zo meteen de camera leeghalen, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Nee, het moet nog wel even gedaan worden, want daar staat niks meer. En ik kan nog 1 vlog doen, dus ja, ik moet wel weer even wat op mijn computer hebben, hè. Ja, Claudia is nog steeds niet geweest. Wel weet ik dat ze naar fysiotherapie moest en dat ze dus wat later kwam. Maar ja, die fysiotherapie, dat duurt ook ongeveer 20 minuten, hè? Tot 1/2 uur. Nou, dat is al lang alweer voorbij. Ja, omdat ik er appte, liep ze er net naar binnen. Nou, dan is ze daar al weg. Maar ja, wat ze allemaal aan het doen is, Joost mag het weten. En ik zit met te wachten. En mijn tijd is ook geld, zeg dan maar. Want ik moet ook nog boodschappen doen. Oké, okay, ik wil weer tot morgen uitstellen. Maar wat gedaan is, is maar gedaan. Weet je?
Dus ja, daar zal ik er straks toch wel op aanspreken als het al komt. En ja, mijn huisje is ook weer helemaal schoon. Tenminste, althans beneden. Dus daar ben ik ook weer blij mee. Ik heb Karen net aan de telefoon gehad. Nou, dat meisje dat wordt ook daarom stilletjes gek. Want ze zijn waar haar buurvrouwtje heeft gewoon, dat ze, die overleden is. Die, haar huis wordt nou ontdaan van asbest of zo, weet ik veel. Dus een hoop herrie en lawaai en weinig lol. En dat vanaf vanochtend 8 uur. Dus ze zit in de herrie en dat ze heeft hoofdpijn. Dus ja, niet fijn voor haar. Logisch toch? Ja. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, ze gaat straks even de hort op. Nou, ik geef een groot gelijk. Maar in ieder geval, ik ga even de camera leeghalen op 2 filmpjes na. Die van vandaag, die laat ik staan. En de rest hevel ik weer even over. En ik zal ook even op mijn telefoon kijken of daar nog wat op is. En dan komt het allemaal weer gewoon goed. Ja, zo zeggen lieve vrienden, geniet zo verder van jullie dag. En tot later. Nou, daar leggen we 2 knappe meisjes. En ze zijn allebei een heleboel haar kwijt. Ja, ik heb 2 stapeltjes liggen op de grond. Ja, ik zal eerst even het ene van Rijke aan de kant schuiven. Zo. Nou, dat is van Rijke. Een klein beetje maar. Maar voor de 2e keer van de week van Emmeling. Ja, ik kan nou niet blazen buiten, want het is mij te koud. En binnen kan je het niet doen, dan vliegen de haren overal naartoe. Dus ja, dat dus. Mijn hemel. Er komt wat af van zo'n beest. Hè? 2. Dan zal ik het even bij elkaar leggen. Nou, 2 hoopjes. Eén van Rijka en de andere van Helming. Het is een verschil. Verschil moet er zijn. Enkel Rijke die vindt het helemaal niet fijn. En die laat dan de tandjes zien. Ja, dat mag voor mij niet. Geen tanden. Ik wil geen tanden zien. Punt. En ze moet toch af en toe eventjes geborsteld worden of gekamd worden. Ja, ze klitten dan in de haartjes. Nou, dat moet er wel uit. En ik ben heel voorzichtig wat dat er gaat. Hé, jonge dame. Joh. Vrouwtje doet wel voorzichtig. Hé, Elwin. Ja nou, die vindt het helemaal niet erg. Die gaat er gewoon voor leggen. Hé? Joh. Maar ja, we zullen die benden even opruimen. Dus ik zou zeggen, ga niet maar weer verder. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben dus weg geweest, want Claudia is niet gekomen. Nee. Misschien vanavond, maar ik betwijfel het. Ja. Maar in ieder geval, ik moet eerst even mijn zonnebril eruit halen. Ik ben dus weg geweest, maar nog niet naar de Vomer. Ik ben wel in de stad gebleven, want het is roetje koud. Want ik moet zelfs nog met de meisjes uit, maar ik heb koffie. Ik denk, ik ga eerst een bak koffie doen voordat ik de meisjes uitlaat. Maar ik heb wel het een en het ander gekocht. Die handschoenen kunnen er ook uit. De kassenbon die kan eruit. Nou ja, ik heb eerst natuurlijk een heleboel. Moet ik even zien wat ze zijn. Ja, dat is zo. Ja. Nou, ik heb voor mezelf 2 doosjes met panties gekocht. Daar zitten er 3 in. Hier zitten er 2 in. Nou, dat is samen 5. En ik heb nog een thermolegging gekocht. Lekker warm dus. Ja. En dat gaan we morgen doen. Ik heb verlichting gekocht voor in die krans. En ik hoop dat ik het morgen krijg gedaan. Dan doe ik een batterij natuurlijk in. En dan leg ik hem erin, in die krans. Eerst in een paar plastic zakjes in elkaar. En dan dichttapen enzovoort. En ja, ik zie wel hoe ik dat doe. Ja. Maar in ieder geval, dan wil ik hem door die krans proberen zien te krijgen. Dus dat lijkt me wel even leuk.
Ik heb nieuwe oogschaduw, groen. Want dat voor mij was zo goed als op. En dan heb ik voor Cindy deze kaars. Ze krijgen allebei een lichtje van mij. En voor Erwin heb ik ook een kaars. Maar dan een donkere kleur. Zwart was er helaas niet, anders had ik die genomen. Robuust, weet je wel. Mannelijk, maar dat was er niet. Ik denk, nou, ik neem gewoon die donkerste kleur. Ook een lichtje. Ik heb toch mijn kaart gehaald. Anders krijg je weer boze gezichten. Ja. Nou, deze is hetzelfde. En die hak nog niet. En die vond ik zo lief. De notenkraker. Ja. Waarom een notenkraker? Ik weet het echt niet. Ik weet niet waarom dat een notenkraker moet wezen. Ja, je kan er noten tussen leggen natuurlijk. Maar dan nog. Ik vind ze leuk. Kaartje haal ik er natuurlijk af. Ja, je krijgt zo schat. En ik heb nieuwe snoepjes voor Gandalf. Even zien, wat was het ook alweer? Ik had het ergens gelezen. Wat erin zat. Oh ja, met eend. Zit erbij in. Dus ja, nou, kan die dat eens proeven. En ik heb voor de dames. Hek, een worst. De een is kip met kaas. En de ander is lam met rijst. Dus ja, hebben die ook wat? En toen is de tas leeg, maar ik heb op mijn schoot nog wat. En dan ga ik even een waaiertje van maken. 3 maal kaartjes met platte botten rijen. Ja, want die hakt niet meer. En die gaan zo hard. Ik denk, halen maar die dingen. En dus, nou, dat was de tas weer leeg. En dan zal ik Gandalf even eten geven. Dat is een bakje, die was zo goed als leeg. Ik kan allemaal weer even wat bij. En dan komt alles wel weer goed. Nou, morgen de rest van de boodschappen. Of zo, ja, misschien wel wanneer. Maar dat komt wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie na een middag. Het loopt richting 6 uur, dus ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appétit en tot vanavond maar weer. Zo, lieve vrienden, ja, de avond is ook weer voorbij en wij gaan lekker naar ons bedje toe. Ja, Elwin die zit hier ook nog, want ik ben nog achtergekomen dat Elwin s'avonds even wat doet wat ik niet wil hebben. En dat is Gandalf zijn eten opeten. Ja, dan gaat dat heel erg hard, hè? Ja, harder dan normaal. Dus die gaat gelijk met mij naar boven. Ja, en net zo goed als Rijka, want die heeft er ook het handje ervan. Maar zij neemt 1 hap en het bakje is leeg. Ja, dat moet niet, hè? Nee. Dus die gaat voortaan gelijk met mij naar bed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een genoeglijke nachtrust toe. En morgen uiteraard weer gezond op. Het is, hoe laat leven we? 9:09, dus lekker bij tijd. Ik heb het water al opstaan voor de kruik, want ik heb steenkoude voeten. En ik val om van de slaap, want ik heb afgelopen nacht maar 2 uurtjes slaap gehad. Dus deze dame gaat lekker de kooi opzoeken. Ja, hè? Ja nou, ja. Lekker slaapje doen, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je nachtrust. Morgen weer gezond op. Graag tot aan de andere kant van de nacht.